Hallo dames en heren van Dave je Filmhuis. Dave hier in een vlog. Dat doe ik niet vaak. Eigenlijk tegenwoordig alleen nog maar met Joost verjaardag. Ik wil er meer doen, maar kan helaas niet. Maar oké, dat terzijde. Joost is afgelopen vrijdag jarig geweest. Superleuk. Hij is 26 jaar geworden. Hij is daarvoor ook naar Comic Con geweest. Dat was afgelopen weekend. Daar konden we afgelopen weekend niet iets speciaals voor hem doen. Maar we willen natuurlijk wel iets speciaals voor hem doen. En dat is aankomend weekend op 4 april. Dan willen we een surprise stream party doen. En dat is iets heel speciaals. En natuurlijk ook lastig om geheim te houden. Omdat het een stream party is. En jullie weten het straks allemaal ervan. En jullie gaan vragen stellen op YouTube en dat soort dingen. Dus daar moesten we allemaal dingen voor verzinnen. Dat het het niet achter kan komen. Ik had allemaal andere woorden in mijn hoofd, dus ik struggelde even een beetje. En dus daar hebben we allemaal dingetjes voor bedacht. Als jullie dingen voor de surprise stream party willen weten, stuur een e-mail naar de e-mailadres hier beneden. Dan stuur ik jullie weer een mail terug. Met alle informatie die jullie nodig hebben. Want het is ook voor een evenement op de DFH-server. En geen vragen hieronder stellen. Alleen vragen naar de e-mailadres toe. Omdat anders krijg je het te weten. Want je hebt op YouTube tegenwoordig een soort reactiehub. En daar kan je alle reacties tegelijk zien. Dus daar kijken wij ook altijd mee. Dus dat is niet handig. Het is op 4 april om 2:30. Hij verwacht dus eigenlijk helemaal niks. Hij verwacht alleen om 2:30 dat we dingen gaan uitproberen op de stream. Om bijvoorbeeld een donatielijn op te kunnen zetten. Of dat jullie speciale emoties van Dave your Filmhuis kunnen gebruiken. Dat soort dingetjes gingen we uitproberen. En wat is niks mooier is als hij dan uiteindelijk ziet van Jesus, 100 mensen. Dat is al één reactie wat gewoon super leuk is als hij dat uiteindelijk ziet. En dat hij daar uiteindelijk om 3:00 ongeveer de link van mij krijgt met een speciale video voor dat moment. Waar ik hem eigenlijk in vertel. Dat het voor hem een stream surprise party is. Of surprise stream party. Of hoe ik het ook wil zeggen. Dat maakt helemaal niks uit. Ik doe het met meer mensen. Maar jou denkt dat alleen ik iets voor hem aan het regelen ben. Dus dat is ook nog het mooie. Ik hoop jullie dan daar te zien. Stuur een mail. En dan zie ik jullie daar.